Het NK Veiligste Chauffeur, onderdeel van de TVM Awards, is in volle gang. Ambassadeurs van de competitie voor de provincie Noord-Brabant zijn de enthousiaste chauffeurs Caroline en Marielle Manders. Naast hun liefde voor het chauffeursvak hebben deze zussen nog iets met elkaar gemeen. Wij zijn vaak met de paarden. Dat is een van onze grootste hobby's. Daar zijn wij veel mee bezig. Dus 's ochtends dan houdt het in de paarden verzorgen en zorgen dat alles op thuisfront geregeld is. En dan gaan we de auto op en dan maken we onze dag vol. Ja. Marielle is de jongste van de twee zussen en gaat vandaag als eerste op pad. Mijn ouders die hebben een transportbedrijf. Dus daar uiteindelijk ingerold. We hadden in 2012 chauffeurstekort. Dus toen zei mijn vader van, nou dames, gaan jullie maar ook jullie rijbewijs halen. En dan kunnen jullie gewoon meewerken in het bedrijf. En sindsdien hebben we het gehaald dus. En altijd meegewerkt en dat bevalt ons super. In Valkenswaard meldt zich inmiddels de eerste klant van die dag bij de eigen praktijk van Caroline. Ik werk 3 dagen in de week op de vrachtwagen. En ik ben een paar jaar geleden begonnen met sportmassage. Daarna heb ik nog meerdere ben ik eigenlijk blijven leren tot aan een paar maanden geleden. Dus ik heb ondertussen ben ik triggerpoint therapeut. Ik heb deep tissue gedaan en ik ben zenuwreflexoloog. Ik probeer mijn klanten in te plannen op de overige 2 tot 3 dagen als ik zaterdags ook werk thuis. Mocht ik het echt te druk hebben, ja, dan plan ik af en toe nog in de avonden in als ik onderweg ben geweest. Maar dan, dan hoop ik dat ik op tijd klaar ben. Marielle is op het laadadres en manoeuvreert met gemak haar combinatie voor het dok. Hoi, goeiedag. Ik kom 3 IBC's laden, zonder klaar, zei Petra. Ja, dat klopt. Die 3? Ah, perfect. Dankjewel. Oké. Je kunt dat zelf? Ja, dat lukt. We hebben dan de luxe elektrische pompwagens. Mocht iets niet lukken, ja, je bent nooit te beroerd om te vragen, zeg ik. En de meeste mannen die zeggen dan ook van, oh meisje, zal ik jou eventjes vooruit helpen. En daar hoort er ook een beetje bij, want het kan net zo goed een man zijn natuurlijk die er staat te klungelen. En dan helpen wij net zo goed. Het is duidelijk. De zussen staan hun mannetje. Ze zijn geladen. Mooi. Zo. Dat was die weer. En die erbij. Super, dankjewel. Hey, dankjewel. Tot de volgende. Fijne dag. Doei. En dan gaat ze met de opvallend roze en wit gekleurde trekkeroplegger weer op pad. Wij zijn dus door TVM benaderd voor mee te doen als ambassadeur voor het NK Veiligste Chauffeur. Hieruit hebben wij weer heel veel dingen ook weer geleerd. Dus wij zijn er wel ook weer bewuster van geworden. Je merkt vaak als je veel kilometers rijdt dat je toch wel een beetje slordig in sommige dingen wordt. En dan moet ik zeggen, dat brengt ons werk ook wel mee, omdat wij normaal verschillende adressen, dus distributiewerk doen. Dus dan blijf je wel scherper op die dingen. Proberen ook heel vaak de telefoons aan de kant te leggen, want dat is toch wel een van de boosdoeners, denk ik, in heel het verkeer daarin. Dus wij proberen er heel bewust mee bezig te zijn. Beide zussen rijden bij Tourbeurt op deze combinatie. En hebben daarnaast dus ook ieder hun eigen activiteiten. Ik heb zelf een winkeltje aan huis met allerlei interieurdingetjes. Dus ja, dat is vaak 's avonds, vaak in het weekend dat mensen daarvoor langskomen. Dus voor mij is het prima te combineren. Dus vanille en sea salt. We hebben vaste dagen dat we rijden en het is hartstikke leuk. We hebben een auto met roze accenten, dus dat is wat leuks als we allebei op kunnen rijden. Waarbij op de zijafschermingen van de trekker ook nog een duidelijke tekst staat. Laat je niet misleiden, ook meiden kunnen een truck rijden. Dat is eigenlijk een paar jaar geleden begonnen als grapje op een vorige auto die we hadden. En ja, we vonden het nu wel leuk om op deze auto maar ook weer op te hebben. Tijd voor een tussenstop op de thuisbasis. Marielle parkeert de auto op het erf naast die van vader en praat met de ouders even bij onder de koffie. Hoi, hoi. Hallo. Hoi. Hoi. Kan jij even bij in Borkel die 3 IBC's gaan lossen, alsjeblieft? Ja, ja, bij Rotals neem ik aan. Ja, sleutels liggen, of de papieren liggen erin, dus dat moet goed komen. Nou, helemaal prima. Okay. Ja? Okay. Doei. Yes. Doei. 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 12 jaar geleden heb ik mijn bakwagenrijbewijs gehaald. En toen C1 nog heel even afgehouden dat ik werkte in de paardensport.
Maar ja, dat was op een gegeven moment toch ook lastig. En omdat ik ook mijn eigen paarden heb, was het dan was ik heel de dag aan de paard rijden. Dus toen toch maar gekozen voor het chauffeursvak. En dan heb ik toch iets meer afwisseling. We hebben nog 4 auto's meer. En daar rijden chauffeurs op. En nog een 5e auto en daar rijdt mijn vader op. Beide dames hebben hun chauffeurstalent overigens niet van een vreemde. Mijn moeder is ook in 83 zo'n beetje, reed zij ook op de vrachtwagen. Ja, deze wel op een bakwagen, maar ja, voor toen de tijd was het helemaal uniek natuurlijk. Daar is de spoiler van mijn Scania. En die paarden die erop staan, dat waren mijn springpaarden vroeger. Dus dat is de Joker en de Pretty. Dat waren mijn springpaarden. Hallo. Hallo. Hi. Ik kom 3 EWC's lossen. Oh, dat kan. Prima. Ja? Waar mag ik ze neerzetten? Hierachter, rij hier maar achter, kan je ze daar lossen. Oh, oké. Okay. Er staan er meer. Prima. Dus zet ze daar maar zet bij. Ik ze daarbij. Helemaal goed. Vanuit haar praktijk weet Caroline als geen ander hoe je als chauffeur het beste kunt tillen, laden, lossen en bewegen. Ja, zeker. Zoveel mogelijk in ieder geval. Kijk, het is soms dan doe je eigenlijk onbewust, spring je wel een keer uit de trailer als je haast hebt. Dan denk je, oh, hup, ik moet snel weer verder. Maar toch proberen we wel gewoon zoveel mogelijk natuurlijk, zoals het hoort. Ook voor jezelf, voor je knieën, voor je rug. Als je vaak in en uit moet, ja, dan moet je het gewoon op een goede manier doen. Want anders ga je er toch last van krijgen. Een goede tip van iemand die het weten kan. En die ook nog steeds regelmatig sport. Ik heb zelf nog 3 sportpaarden, mijn zusje 1. We gaan altijd samen op concours. We proberen een paar mooie wedstrijden per jaar in de zomer te rijden. In het buitenland of in Duitsland of België of zo. We zijn er eigenlijk iedere dag mee bezig. Het is eigenlijk 7 dagen in de week, maar het is hartstikke leuk. De paardensport brengt eigenlijk de hele familie bij elkaar. Vaak gaan de ouders met de dochters mee op momenten dat de 1 pk's het winnen van de meer dan 400 van de vrachtauto's. Over het algemeen altijd leuke, positieve reacties. Dus dat is wat je nog meer motiveert om het gewoon te doen. En wat ook onze motivatie heeft gegeven om dit voor TVM te doen. Omdat wij gewoon hele leuke reacties krijgen. Ik zal wel altijd blijven rijden, maar misschien inderdaad in de toekomst een dagje minder op de wagen en een dagje meer thuis. Ik krijg natuurlijk gelukkig ook steeds drukker. Dus dan is het wel handiger als ik een dagje meer thuis kan zijn voor in de praktijk te kunnen werken. Maar ik vind het transport te leuk om helemaal mee te stoppen. Wat de paardensport met transport gemeen heeft, is dat in beide gevallen de veiligheid een centrale rol speelt. Net als het plezier van het doen en het presteren.